wat we heel veel doen is dat we uh, bezig zijn met onze uh, achterkant van de business. Dus we zijn bezig met het maken van een fantastisch product of hele goede klantenservice of een goede ervaring als iemand klant wordt en dat soort dingen. Zo belangrijk. Je moet een goed product hebben, maar wat minstens zo belangrijk is, is dat je marketing briljant moet gaan worden en dat je die intentie ook gaat uh, hebben voor het doen van je marketing en dat je eigenlijk verliefd gaat raken op je marketing. En op een of andere gekke manier zijn er heel veel ondernemers die weerstand hebben van marketing. Dus een business is niets anders dan het hebben van een product en dat verkopen. Dat is een business. Een product hebben en dat verkopen. En vervolgens hebben we weerstand van dit ding, van het verkopen. Ik denk, ja, dan klopt er iets niet. Weet je, want een business is niets anders dan het hebben van een product en dat verkopen. En natuurlijk allemaal andere dingen erbij, maar dit is de basis van een business. En het weten te verkopen. Ja, Er is geen mooiere manier dan um, uh, via het internet. En dan natuurlijk door het creëren van een onweerstaanbaar aanbod waarbij iemand op je pagina komt of op je webinar is of op je verkoopvideo uh, is of in je e-mail zit. En dat ze denken van ja, dit, dit wil ik gewoon hebben. Dit moet ik gewoon hebben. Ik wil hier echt nu gebruik van maken. Ik pak die pas, ik doe met mijn reader, ik voer mijn pincode in, ik maak geld over. En vervolgens heb ik toegang tot hetgeen wat je aanbiedt. Zo goed moet je aanbod zijn. En de meeste, het meeste van wat ik zie is, komt niet eens een beetje daarbij in de buurt. En hoe kan dat? Dat is omdat je, en ik denk dat het hier ook zo is, we verkopen ons product waar we zo verliefd op zijn. Je bent maanden bezig geweest, misschien wel bij jaren bezig geweest met je product, wat je hebt aangeboden, of wat je hebt gecreëerd. Of laten maken of wat dan ook. En je bent daar zo verliefd op. En vervolgens ga je dat ding ga je verkopen. Daar, zeg maar, Je hele aanbod gaat over dat ding wat je verkoopt. En wat je moet willen, is dat, dat je dat ding eigenlijk even helemaal vergeet. En dat je gaat kijken naar dat andere ding en dat is je klant. Wat wil je klant? Wat is, het wat is hun diepste verlangen? Weet je, wat is hun diepste verlangen? Hoe kun je daar komen in je marketing? Wat is hun grootste knelpunt? Wat is hun grootste frustratie? Waar liggen ze van wakker? Hoe kun je daar komen in je marketing? En dan koppel je product daaraan. Wat de meesten van ons doen, is ze verkopen hun product. Wat is het product? Wat doet het? Hoe lang is het? Hoe werkt het, uh, wat dan ook. Ga terug naar de diepste verlangen en die grootste frustratie. Als je daar een groot gedeelte van je marketing insteekt en ook veel van je uh, denken insteekt, dan kun je echt onweerstaanbare aanbiedingen gaan maken. Maar als je gewoon je product blijft verkopen, mensen willen je product niet kopen, mensen zitten niet te wachten op je product. Ze willen niet informatie, ze willen transformatie. Weet je, ze willen niet een ding, ze willen niet modules, ze willen niet video's, ze willen niet code, ze willen, ze willen gewoon transformatie.